Hallo en welkom bij de unboxing van Roll Camera. Dit zou de Kickstarter-editie zijn, dus actie! Eerst en vooral zien we inderdaad de flap, die we dan op die manier moeten opendoen. Leuk! En we zien hier een grote plastic tray. Even zien dat we niets in de doos missen, wat niet het geval is. Dan zien we hier eerst en vooral een regelboek. Ziezo, gemaakt van papier. De componenten. Setup van het spel. Wat het te bereiken doel is. De beurten. True dice. Dat horen we alvast graag. Nog meer acties op onze beurten. Kleren. De main board actions die allemaal uitgelegd zijn. Shooting a scene, zoals we nu bezig zijn. Ook voorbeelden, vind ik ook altijd een pluspunt. Dat er voorbeelden zijn van de gameplay. Heeft soms een inzicht dat je daarvoor niet had. Kwaliteit beoordelen van de scène waarschijnlijk. Het is een vrij lijvig regelboekje. Player boards, player board actions. Het is een coöperatief spelletje, 1 tot 4 spelers. En waarschijnlijk is het de bedoeling om een zo goed mogelijke film te maken. Script symbol key. Nog solo rails, ook rails voor 5 en 6 spelers. Een QR-code om naar die site te gaan. Een index, een glossary, credits. Op de achterzijde ook een index om te zien waar alles staat in het regelboek. Dan zien we hier een punchboard. Ja, dus bestaat uit, het is een beetje moeilijk om te zien, het bestaat uit 4 kleinere vlakjes allemaal. En dan nog dikkere fiches. Ga ik even de achterzijde tonen. Deze zijn dubbelzijde hetzelfde. En deze zijn tegels die waarschijnlijk moeten getrokken worden. En ziezo, daarmee is dit ook al uitgepuncht. Dan hebben we hier een spelersbord. Dus welcome to the Roll Camera Story Builder staat hierop. Dan zien we hier verschillende scènes, acts, verschillende onderdelen. En aan de andere kant zien we dus ook een bord met storyboard, scripta, setpieces, de set zelf, verschillende editing rooms. Even kijken, want dit is toch iets te zwaar om gewoon plastic te zijn. Ja, ziezo. Dus dan hebben we de verschillende spelersborden, de director, de producer, cinematographer, production designer, de ster en de editor. Even kijken op de achterzijde. Het is vrij dun karton, ongeveer een millimeter. Het zijn toch andere symbolen, dus misschien is het toch een asymmetrische opstelling van dit spelletje. Dan hier draaischijfjes, de turn, dus wat je moet doen tijdens de beurt. Ja, dit zal uitzoeken worden. Het is difficulty setting. Dus van easy tot hard. En je hebt normal easy en hard normal tussen de twee. Oké. Hebben we hier dobbelstenen. In een zipbag. Dus ze zijn geëtst. Het zijn niet gewone stickers. En waarschijnlijk, ze roppen. Hebben we hier een stapel kaarten. Maar even op zoek naar het lipje. Ik dacht dat ik het had. Maar nu heb ik het zeker. Ja. Dus even kijken naar de voor- en achterzijde. Dus dit zijn allemaal zwarte kaarten. En allemaal verschillende uitgevers, veronderstel ik. Een beetje gestolen van andere bekende. Met verschillende activiteiten op, of ja, verschillende kenmerken en eigenschappen. Dan zien we hier een hele hoop kaarten met een lampje. Ik heb een idee. Het zijn allemaal ideeën. Dus we zien ook de iconografie bovenaan, dollartekens, kubussen veronderstel ik, tegels die moeten geplaatst worden. We zien een bepaald type kaarten hier. Dus wat is dat? En dan hebben we ook nog player aids, mainboard actions en your actions. Dus iedere speler heeft ook zijn eigen player aid. Het zijn er 6 in totaal, zoals we konden zien daar juist. Waren er ook regels voor tot en met 6 spelers, terwijl het de core game eigenlijk maar tot 4 spelers gaat. Ik weet niet of dat ook Kickstarter exclusief is, maar dat maakt voor ons niet natuurlijk. Hebben we hier verschillende scènes. Ja, dus voor- en achterzijde. Het lijkt nog niet het meest evidente spelletje. Ja. Aan de achterzijde, die verschillende acts, die moesten ingevuld worden. Ik ben alleszins zeer benieuwd naar hoe dit spel speelt, want het lijkt toch niet zo evident. Dan allemaal kaarten met een uitroepingsteken, problemen die opduiken. En aan de andere kant resolved. Dus problemen zijn er natuurlijk om opgelost te worden. Ja. En dan zijn er nog kaarten van een kleiner type. Dus deze zijn de 43×65 orde. En deze kan je bijvoorbeeld zo aan elkaar doen, denk ik. Aan de achterzijde is het allemaal hetzelfde. Nou ja, ik kan die inderdaad op die manier aan elkaar doen. Hooray for grandma kon ik nu vormen. Truth, lies and grandma. Ja. En dit zal waarschijnlijk aangeven op welke manier die moeten samengesteld worden. We gaan nog eens kijken in de plastic tray. En er zit nog iets in. Namelijk een schijfje met een sterretje op. Zie zo onze plastic tray. Die is leeg en daarmee wordt ook het einde ingeleid van onze unboxing van Roll Camera. Bedankt om te kijken.